Laten we beginnen met de naam. Zorgmies is zeg maar in deze omgeving nog eigenlijk wel een tamelijk nieuw begrip. Klopt. Wat is Zorgmies? Zorgmies is een organisatie die mantelzorgondersteuning biedt. Dat houdt in dat we mensen in de thuissituatie ondersteunen in de zorg voor een dierbare die een ziekte of een handicap heeft. Yeah. We bieden eigenlijk allerlei soorten zorg. Dat kan zijn van gezelschap tot echt ook actief zijn in het huishouden, helpen met koken, activiteiten ontwikkelen met de cliënt. Yeah. Allemaal om de zorgtaken van de mantelzorger te verlichten en hem de ruimte te geven om ook zijn eigen activiteiten te kunnen blijven ontplooien. Ja, ja, dus het gaat niet om degene die ziek is, die mantelzorg nodig heeft, maar het gaat om degene die mantelzorg biedt. Nou, het gaat eigenlijk al om het hele systeem waar we dan zeg maar betrokken bij raken. Want we begeleiden en zorgen ook voor degene met een aandoening of handicap. Maar we slaan eigenlijk twee vliegen in één klap. Doordat we bijspringen in de zorg, wordt de mantelzorg ontlast. En wordt de kwaliteit van de zorg voor degene die een aandoening of ziekte heeft, wordt beter. Omdat we vaak zien dat overbelasting in de mantelzorg echt een groot probleem is. En dat is ook ten nadele van de kwaliteit van de zorg. Natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nou wonen in Nijkerk onder bij de 43.000 mensen. Hoeveel mensen hebben hoeveel mantelzorgers hebben we dan in Nijkerk? Is daar enig idee van? Er zijn ruim 12.000 mantelzorgers in Er zijn ruim 12.000 mantelzorgers in Nijkerk. En heb je ook enig idee van die 12.000 hoeveel mensen in de problemen komen omdat de zorg die ze moeten bieden eigenlijk te veel is? Ruim 10.000 mensen biedt langdurige mantelzorg. Ja. En bij langdurig moet je denken aan meer dan 3 maanden. Ja. En in een zorgsituatie is het vaak dat het verder achteruit gaat. Ja. Dus vooral als het lang duurt. Ja. Dan komen er steeds meer taken op je bordje van die mantelzorger te liggen. En dat maakt het dan steeds lastiger. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat zou betekenen dat de vraag aan mensen die mantelzorg ondersteunen, zoals jullie, dat die vraag zal toenemen. Ja, ja. Zorgmies landelijk heeft al op 56 plekken dat ze mantelzorg bieden. Ja. Omdat landelijk het natuurlijk ook een groot probleem is. En daar zie je gewoon in dat er heel veel vraag is. Wij zijn vanaf januari gestart in Nijkerk en Barneveld en de omgeving. En wij krijgen ook steeds meer vraag binnen. Maar als jullie nog niet zo heel lang hier in Nijkerk, in de gemeente Nijkerk werken. Waarin onderscheiden jullie je dan van andere mantelzorgondersteuners? Zoals Beweging 3.0 of Amaris of Noem maar op. Wat is dan het verschil? Amaris, Beweging 3.0 leveren vooral thuiszorg. En dat is echt verpleegkundige thuiszorg. En wij als mantelzorgondersteuning bieden gezelschap, hulp bij eten en drinken. Iets wat de reguliere thuiszorg geen tijd voor heeft. En ook niet onder hun, waar hun taken te kostbaar voor zijn. Ja, ja. Dus als mensen van jullie komen, als zorgmiezen komen, dan zijn ze niet met 10 minuten weer weg. Nee, wij bieden minimaal 2 uur aaneengesloten. Wij hebben een vast team. Dat kan dus en zijn. Vast team betekent vaste mantelzorger ondersteunen bij een mantelzorger. Ja, en wij gaan eerst op kennismaking. Dan gaan we kijken welke zorgmies het beste past bij de gezin. Ja. Qua hobby's, qua interesses, qua overtuigingen. Dan gaan wij weer op huisbezoek en stellen we onze zorgmies aan de familie voor. Mm-hmm. Als er een wederzijdse klik is, dan gaan we verder. En dan evalueren we. Maar die wederzijdse klik komt er dan ook wel eens voor dat het niet past? Ja, en dan gaan we weer op zoek naar een ander. Juist omdat mensen in de kwetsbare positie zijn. En dat het heel belangrijk is dat er een vertrouwd gezicht is. Ja, ja. Oké. Okay. Maar nu praten we bij elkaar. Omdat hier in Nijkerkerveen, zeg maar hiervoor het Veense Hart, op 2 juli de eerste dorpsdag is. Dan denk je, ja, wat moet zorgmies nou op de dorpsdag? Ja, nou, we vinden het heel belangrijk natuurlijk dat wij meer bekendheid krijgen, zodat mensen ook weten ons ook weten te vinden. Ja. Daarnaast is het zo dat er nog steeds heel veel mensen zijn die zich er niet bewust van zijn dat ze mantelzorger zijn. En ook daarin willen we actief de bevolking benaderen om ze de kans te bieden om te onderzoeken van, hey, voor wie zorg ik eigenlijk? Ja. En wat betekent dat voor mijn dagelijks leven? Ben ik misschien een mantelzorger? Mm-hmm. En hoe zwaar weegt dat dan? Mm-hmm. Daarnaast werken we samen
met Stichting ALS en ook Stichting Alzheimer Nederland. Omdat dat twee facetten zijn van waar wij ook zorg bieden, maar ook om aan te geven dat het in allerlei situaties toepasbaar is. En we willen eigenlijk heel graag dat mensen ons leren kennen, zodat we meer mensen kunnen gaan helpen. Dat maar dan kan ik me voor. Kijk, de Dorpsdag is in principe voor de lol, hè, om een leuke, gezellige dag te hebben. En dan komen jullie met zo'n zwaar onderwerp. Ja. Hoe ga je dat dan een beetje dan toch licht verpakken? Wij geven inwoners ook de kans om namen aan te dragen van mensen die zij mogelijk een hart onder de riem willen steken. Wij zullen daar ook actief mensen voor uitnodigen. Ja. En we willen ze dan na aflopen in het zonnetje zetten. Oh zo, en hoe ziet dat zonnetje eruit? De gezondheidswinkel Nijkerk, GHW, die heeft heeft cadeaupakketten beschikbaar gesteld die wij mogen uitdelen aan iemand die zorg biedt in de thuissituatie en mantelzorgen. En eventueel iemand die inderdaad zelf te maken heeft met ziekte of handicap. En daarnaast is er een jongere onder de 12 jaar die we gaan in het zonnetje gaan zetten door een leuke knuffel van Kika aan te bieden, zeg maar. Dus die gaan wij dan trekken uit de namen die mensen zelf hebben aangereikt. Dus er staan potten? Er staan drie potten. Ja. En daar mogen mensen briefjes in doen met namen van mensen die ze graag willen voordragen om ze in het zonnetje te zetten. Dus, en daarnaast, je zegt net van ja, het is wel een zwaar onderwerp. Ik denk juist dat het heel mooi is dat Zorgmis daar wat verlichting in kan brengen. Dus in die zin vind ik dit eigenlijk een heel positief iets.